En niet alleen in de Rijpel waren ze in beweging. In Mierlohout kwamen namelijk de peuters in beweging tijdens de peutergym. Samen met papa, mama, opa of oma lekker bewegen, klimmen, klauteren, springen en gooien in de gymzaal bij het baken. Wij gaan lekker gymmen hier met de peutertjes. We hebben de leeftijd anderhalf, twee jaar tot en met ongeveer vier jaar. En dan we lekker bewegen en uitdagen, stimuleren om hun eigen fantasie te ontwikkelen. Ja, nou niet zozeer fantasie, maar uitdagingen te creëren voor ze, zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Is iedereen binnen? Ja, het lijkt wel op apenkooi als ik het zo zie. Nou ja, zo kan je het inderdaad een beetje zien. Hè? De apenkooi die wij weer van vroeger kennen, dat gebruiken wij nu inderdaad een beetje. Ja, het is echt puur om de kleintjes uit te dagen. Is iedereen binnen? En wat vind jij ervan? Hij vindt het ook leuk.